Het ziet eruit als een rustige straat, maar kort voor dit moment mondt een ruzie op de Melden in Best uit in een schietpartij. Een man wordt gewond aangetroffen voor zijn woning en even later vindt de politie een paar straten verderop een tweede zwaargewonde man. Buurtbewoners zijn zich een hoedje geschrokken. Het is een rustige buurt, kinderrijke buurt. Het is eng. Het is heel beangstigend. Dat zoiets in je rustige woonwijk kan gebeuren. De veiligheid van Best wel. Maar de buurt, dat is de eerste dat zoiets is gebeurd hier. Het is een heel veilige buurt. Wij waren allemaal verbaasd, om eerlijk te zijn. Er gebeurt eigenlijk wel vaker hier iets in de wijk. En daar ben ik ook gewoon bekend mee, omdat het gewoon een van de mindere veilige wijken is van Best. Dus ik zelf heb geen enkel gevoel van mindere veiligheid of zo, of iets dat aangetast is. Maar ik kan me voorstellen dat andere mensen dat wel zo ervaren. Want ik weet ook dat de buren van hun, die zijn echt pas een paar maanden ingetrokken. Dus het kan zijn dat zij zich natuurlijk niet al te veilig voelen nu. Ik denk dat het meer met het criminele circuit te maken heeft. En dat het met de afrekeningen te maken heeft. Want ja, dus dan hoeven wij daar nog niet zo bang voor te zijn. Alleen ja, het komt dichtbij. Dus een zwervende kogel kan ook jou raken natuurlijk. Er is nog een hoop onduidelijk over het incident. Maar één ding is zeker. Het is het gesprek van de dag. Wij zaten in de tuin, mevrouw en ik. En op een gegeven moment hoorden we wel een schreeuw. Maar wat er geschreeuwd werd, dat hoorden we niet. Ja, dat kan ook wel eens een keer zijn met een kindje wat oversteekt uit moet kijken. Maar na de hand toen we dat hoorden en toen we al die sirenes van de politie hoorden en gingen kijken even, toen was het wel duidelijk van waaruit die schreeuw vandaan kwam. Ik kwam thuis van een maat van mij. En toen zag ik dus een paar mensen inderdaad naar de poort rennen, waarvan de man zeg maar woonde, zeg maar, die poort. En toen ben ik meegerend. En toen heb ik dus zeg maar gezien dat hij daar dus achter de poort nog zat. De poort was wel dicht. En we hebben een paar mensen tegen me gepraat tot de politie was. Die heeft uiteindelijk de deur ingetrapt, of ja, de poort ingetrapt. En toen zijn we naar de straat gegaan. Toen kwam hij dus even laat uit thuis gelopen. Toen ging op de brancard liggen, zo de ambulance in en naar het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar een derde man die ook bij het incident betrokken zou zijn. Getuigen worden gevraagd zich te melden.